de spelers van ADO en AZ komen het veld op. ADO dus gestart met 6 uit 6. AZ heeft een wedstrijd minder gespeeld, maar wel 4 punten meer. 10 uit 5. AZ dat komende donderdag die wedstrijd tegen Feyenoord gaat spelen, die er een paar weken geleden werd uitgehaald vanwege het drukke Europese programma. Hier staat de captain van AZ. AZ dat dus knap gelijk speelde in Belgrado. In de eerste groepswedstrijd in de Europa League tegen Partizan. Onder in beeld ziet u de opstelling van ADO met dus maar liefst 5 wijzigingen. Koopmans maakt zijn debuut. De vervanger van Haverkotte en dus al de derde keeper in dit seizoen onder de lat bij ADO. Basisplaatsen voor Malone, Somerville, Kramer en Hooy. En dat gaat dus ten koste van Bakker, Ulcik, Nesit en Valkenburg. Zo heeft Alfons Groenendijk rigoureus ingegrepen. Hier Somerville. En Kramer dus voor het eerst in de basis in dit seizoen na 3 invalbeurten bij ADO. De captain van ADO, Aaron Meijers. Want in de achterhoede van ADO is niet veel veranderd. Helemaal niets zelfs op de keeper na. Hatzidiakos dus vanaf het begin bij AZ. Viel in tegen Partizan. Vlaar zit op de bank. Datzelfde geldt voor Mietje. Klaas op het middenveld. De voorhoede ongewijzigd. Met Stengs, Boadu en Idrissi. Een uitwedstrijd voor AZ die voelt als een thuiswedstrijd. Dat is toch apart. Dames en heren, jongens en de wedstrijd wordt voorafgegaan door een minuut applaus. Voor Fernando Rixen afgelopen donderdagochtend overleden. Werd kampioen met AZ in de eerste divisie. Paas van Hatzidiakos komt terecht op het hoofd van Meijers. Hatzidiakos was invaller tegen Partizan. Dit is Beugelsdijk die er stevig in gaat. Ook hier is uiteraard in de tweede minuut aandacht voor de overleden Fernando Rixen. Dit is wel veel te stevig, hè? Zoals Beugelsdijk erin gaat. Het is De Wit die daar hard wordt aangepakt. Moet zich volgens mij langs de lijn nog even wat verder laten schoonmaken. Geen ploeg in de Eredivisie maakt meer doelpunten uit standaard situaties dan ADO. Maar deze poging van Goossens laat nog wel wat te wensen over. Boadu. Somerville gaat er met de bal vandoor. Somerville uit balans, maar nog altijd aan de bal. En dan het puntertje van Somerville. Hij laat goede dingen zien in de eerste 20 minuten. De belofte van Feyenoord. Hier de bal veroverd door ADO, door Beugelsdijk. En dan is Somerville weg uit balans, maar toch de doelpoging. Nou, het is toch mis bij De Wit. Die de strijd gaat staken en vervangen gaat worden door Goedmundsson. Meijers. Shaquille Pinas. Hooy. Immers. Kramer. En daar eindigt het dan voor ADO. Overname Idrissi. Stengs. Goedmundsson. Stengs. Boadu, de vlag blijft nu omlaag. Beugelsdijk dacht aan buitenspel. De bal is voor Koopmans. Daar was AZ dan eindelijk eens een keer dreigend. Want zo ontzettend vaak is de ploeg uit Alkmaar nog niet in de aanval geweest. Ik denk dat dit buitenspel is. Al kun je dat niet met zekerheid zeggen. Aan de andere kant Hooy. Met deze poging. Malone goed weggedraaid bij Klaasie. Goossens nu voor zijn linker. Goossens, dan verwacht je toch in ieder geval een schot tussen de palen.
Weer de lange bal van Bizot. Pinas wint van Boadu. Tweede bal voor Klaasie. Die zag dat er wel diepgang was bij Idrissi. En Van Ewijk mist. Idrissi moet dan koppen. Maar kan toch niet echt veel vaart meegeven aan die bal. Het was een kans. De beste kans misschien wel voor AZ tot dusver. 5 minuten voor rust. Klaasie. Slim vrijgelopen. Idrissi hier. Wijndal. Beste aanval van AZ tot dusver. En uiteindelijk staat Boadu aan het einde van die aanval. Krijgt hij de bal wel net iets achter zich, waardoor de doelpoging nog niet zo gemakkelijk was. Geen controle bij Hooy. Stenks. En weer Pinas goed ten opzichte van Boadu. Opgepikt Gudmundsson. Gudmundsson had hem hier misschien aan Boadu kunnen geven. Stenks. Probeert het zo. Het is nog niet zijn wedstrijd. Boadu naar de kant. En Abouglal voor het laatste half uur. Ulcik mag het gaan laten zien. Nadat hij vorige week erg tegenviel. Nu kan hij een half uur vol gas geven. Balverlies Goossens. Nu heeft ADO veel mensen voor de bal. Klaasie voor AZ. Die Gudmundsson bij zich heeft. En ook Stenks. Stenks met het balletje op Idrissi. Abouglal nu in de spits. Wijndal met de voorzet. En bijna een eigen goal. Wat een goede redding van Koopmans. Die voorkomt daar toch bijna een zekere goal. Zo slaat AZ niet toe. En zal ADO blij zijn met zijn nieuwe keeper. Want dit is een puikenredding. Idrissi, Wijndal en via Pinas bijna in eigen doel. Idrissi. Stenks vrij. Organisatie is helemaal weg bij ADO. Stenks. Ook dat scheelt niet veel. Nu Abouglal, niet buitenspel. Stenks voor de goal. Zakaria Abouglal. Abouglal. Idrissi. Wijndal. En Gudmundsson. Dat is een enorme kans. Uitstekende aanval natuurlijk van AZ. Maar Gudmundsson moet het dan wel afmaken. Abouglal. En alleen de aanwezigheid daar van Bakker was al voldoende voor ADO om de bal te veroveren. Goed gedaan. Hatsidiakos. Die krijgt de bal vol in het gezicht, maar het spel kan door. Voordeelregel toegepast. Twee spelers liggen gevloerd. Maar wat kan Gudmundsson? Dit is een strafschop, scheidsrechter. Ja, penalty voor AZ. Na de overtreding van Bilal Ulcik. En veroorzaakte hij niet ook vorige week in de Kuip al een penalty. Lindhout twijfelt niet. En legt de bal op 11 meter. Koopmeijners. En AZ op voorsprong. Toch weer die hoek. En 0-1. Overtuigende strafschop. En de derde benutte penalty voor Koopmeijners in deze competitie. Van Ewijk moet behoorlijk meters maken om bij deze bal te komen. Meijers gaat er gemakkelijk langs bij Gudmundsson. En dan komt ADO al een heel eind. Aaron Meijers.
Kramer wacht nog altijd op een bruikbare bal. Beugelsdijk verrast Stengs. Beugelsdijk ziet de keeper wat ver voor zijn doel staan. Zou het wat zijn geweest als hij zo zijn doelpunt maakt, Tommy Beugelsdijk. Bilal Ulcik, opmerkelijke wissel, gaat naar de kant. Hele ongelukkige invalbeurt voor hem natuurlijk. Want hoe lang heeft hij nu uiteindelijk op het veld gestaan? En dus komt Nesit er nu bij als extra aanvaller. En via Malone in de handen van Bizot. Die ook nog eens aangevallen door Nesit en pijn heeft. En ook wel geraakt is, anders biedt Nesit zijn verontschuldigingen niet aan. Het is niet heel veel, maar hij wordt wel degelijk geraakt door de uitgestoken arm van Nesit. Uitgestoken elleboog. Stengs. Laatste minuut van de wedstrijd. Oh, Somerville bijna. Maar Bizot let heel goed op. En was snel ter plaatse. Abu Ghlal niet buitenspel. Stengs wel, maar die doet nu pas weer mee. Wordt het afgemaakt door Abu Ghlal. Koopmans red. Pinas nog. 15 seconden. En dan zit de wedstrijd erop. ADO heeft de mensen vooral hier lopen. Somerville. Het is nog altijd niet gedaan. Somerville. Maar de voorzet allesbehalve op maat. Nesit maakt hens, denk ik. Ja, dat vindt Lindhout ook. Het is ook meteen afgelopen. En zo wint AZ een uitwedstrijd die voelde als een thuiswedstrijd. En AZ wint de wedstrijd dankzij de benutte strafschop van Teun Koopmeiners.